toen gebracht, nu herdacht. Dat klinkt voor de meeste mensen waarschijnlijk wat vreemd. Maar niet voor Erika Verbeten en Jos Christiaans. Want die zijn gevraagd om mee te doen aan het theater Na de Dam. En zo zullen we eerst eventjes, Erika, die titel. Die landelijk bekend is. Ja. En jij bedoelt dus het theater Na de Dam. Ja. 2014 stond in Amsterdam, na de dodenherdenking op de Dam, stond er een aantal acteurs op en die zeiden, eigenlijk moeten we verhalen uit de oorlog weer ophalen. In een toneelspel herdenken. En zo is toen, 2014, theater Na de Dam ontstaan. We gaan eens kijken wat we daarmee kunnen doen. Nou, dan moet je natuurlijk een onderwerp hebben, een verhaal hebben. En dan komen we bij het verhaal wat uit de koker van Jos Christiaans kwam. Want die ondeugende jongen is de oorzaak van toen gebracht, nu herdacht. Wij woonden in de Bottermin, vlakbij de kerk. En dat betekende dat onze ouders, in de jaren 50 speelt dit zich af, ja, die konden precies zien als ze ons naar de kerk sturen of wij ook werkelijk gingen. En dat was ook in de meest, maar ook met biechten. En aan dat biechten, daar had ik op een gegeven moment zo'n hekel aan. Maar ja, ik moest wel richting kerk. En wat deed Jos toen, en dat bedoelt Erika met dat ondeugende, een kleine zonde noem ik dat maar. Ja. Ik ging naar de kerk en dan bleef ik achter in het portaal hangen, een half uur. En dan, ja, daar hing ik dan en wat moest ik dan doen? Er was verder niks, alleen die plaquetten hingen er aan de muur. En die namen, die heb ik 100 keer gelezen. En op een gegeven moment had ik die gewoon in mijn hoofd. En daar viel me bij één naam viel me iets op. Ja, toen als kind al. Gewoon van dat dat een jongetje was, Hubertus Peperkamp, die naam. Ja, Peperkamp kwam in zijn tunis niet voor, die naam. Maar dat stond ook achter 10 jaar. Dat ben ik eigenlijk nooit vergeten. Daar heb ik, niet dat ik er vaak aan gedacht heb, maar toen dit naar voren kwam, Theater Na de Dam, dacht ik van, hé, dat is misschien eens een mogelijkheid om, er is, ja, om dat thema te pakken en dus te gaan onderzoeken waar die jongen, wat er gebeurd is. Want daar wist ik helemaal niks van. Maar dit alles in ieder geval, dat leidde tot de uitwerking van jullie plan. Jullie hebben akkoord, dus wat gaan wij doen? Er waren alle liefhebbers. Ja. En hoe hebben jullie dat aangepakt, Erika? Ja, hoe hebben wij dat nu aangepakt? We hadden onder die 5 die dus toen aan tafel zaten na afloop van die eerste vraag van Theater Na de Dam, of wij onze schouders eronder wilden zetten, hadden we dus sowieso al een dichteres in ons huis. Dat was Ans van der Ven. Die heeft een prachtig gedicht geschreven. We hadden een muzikant erbij, Hans van der Vliet en Thijs van Kempen. Die twee zeiden, nou, wij gaan zorgen voor de muzikale ondersteuning. En daar is uitgekomen dat het Euphonium Brass, onder leiding van Mark Thijssen, dat die de scènes als het ware muzikaal aan elkaar rijgt. Daar wordt ook nog bij gezongen door Lieke Meijer en er wordt ook nog gitaar bij gespeeld en klarinet. Dus muzikaal hadden we toen ook die avond eigenlijk al voor elkaar. Rick van Tienen, die had zijn ervaring als speler en als, ja, ook als onderwijzer om eventueel met kinderen om te gaan. Dus die hebben we ook mooi vast kunnen houden. En Jos en ik hebben ons toen gestort op het verhaal en op de uitwerking van het verhaal. En zo proberen wij op 4 mei om 's avonds om 9 uur na de dodenherdenking in Landhorst, kan iedereen nog op tijd hier zijn, proberen wij een theaterstuk, een toneelspel, laten we het zo noemen, op de planken te zetten. En dan zeg ik, waar een klein dorp als Sint-Antonis groot in kan zijn. Toen gebracht en nu herdacht, een theaterstuk in Oelbroek. Dat is op zaterdagavond op 4 mei. En mensen kunnen vanaf 8:30 binnenlopen. 9 uur begint de uitvoering. En wij hopen dat veel mensen hier getuige van willen zijn.